De opkomst tijdens de afgelopen Youth Summit Suriname 2024 was goed te noemen. Tot de doelgroep van de summit behoorden jongeren vanaf 18 tot 35 jaar. Het doel van de Youth Summit Suriname dit jaar is om jongeren samen te brengen met experts, ondernemers en jonge professionals. Dat was ook te merken aan de verschillende presentaties en de verschillende booths van bedrijven en organisaties tijdens de summit. Volgens Stephen McAndrew, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, moeten jongeren kiezen wat bij hun past en hoeven zij niet altijd het pad te kiezen dat hun ouders voor ze uitstippelt. De passie van je ouders hoeft niet jouw passie te zijn. Jouw ouders willen je misschien als rechter zien, maar jij hebt andere ideeën. En zoals de heer Antonius heeft gezegd, de wereld is aan het veranderen. Digitale kennis is nu heel erg in zwang in de hele wereld. Maar we hebben ons als land ook gecommitteerd aan andere zaken. Ik noem het Parisakkoord tegen climate change, waardoor ook andere skillsvaardigheden in zwang zijn geraakt. We zijn als ABD nu bezig met de International Labour Organization om te kijken naar wat we noemen de groene skills, omdat we ook die nodig zullen hebben om onze aarde te beschermen tegen verdere verwarming, noem maar op. Dus ook daar zal in de toekomst toch wat mogelijkheden voor jullie zijn. Maar nogmaals, alles hangt af van wat is jullie passie. Volgens Emmy Haart, directeur van Stichting Rumas, hebben de jongeren een goede duw in de rug nodig om hun doelen te bereiken. Haart is de mening toegedaan dat jongeren niet aan de kant van de oorzaak moeten staan. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Wacht niet op Jan. Wacht niet op Reuswijk. Alsjeblieft niet op het land wachten. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Sta aan de kant van de oorzaak. En niet aan het gevallen. Hij heeft je niet gezien wat de president doet. Hij is op reis. Aan je zaak, pardon. Kijk wat jij kan doen. Roof, zelfdoding, alles. En jullie zitten. Mensen, jullie zitten. Jullie zitten. Jullie zitten. De jongeren zijn in contact gebracht met experts, ondernemers en jonge professionals in een nationaal gesprek over de verschillende mogelijkheden voor hun toekomstige carrière.